zijn ballen. All my dreams come true. Hey, hallo. Hallo, dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog van Christian Olivier en Oliver Sneijder. Mijn naam is Oliver Smit en ik presenteer al sinds 2015 het YouTube-kanaal Christian Olivier. Nou, in deze gloednieuwe aflevering van Christian Olivier en Oliver Sneijder ga ik samen met een vriend samen, genaamd Taco, de zee op. Niet om alleen zeehonden te zien, maar ook om te vissen. Alleen is de vraag of we wat gaan vangen. Nou, sowieso zullen we zeehonden tegenkomen. En vergeet niet te abonneren en te liken. Een nieuwe vlog van Olivier. Welkom bij een nieuwe vlog van Chris en Olivier en de klunsvissers. Nou, het is natuurlijk een hele lange tijd geleden dat ik weer een aflevering met de klunsvissers heb gemaakt. Romelo is er vandaag helaas niet bij. Onze grote vriend Taco, die altijd voor camera speelt, is er wel bij. Die hebben die flauwe opmerkingen, maar goed, hij komt dus vandaag niet in beeld, want hij mag ook niet in beeld komen vanwege zijn werk. Maar goed. De glunsvissers bestaat nu al ruim een jaar, moet ik zeggen. En dat moet gevierd worden, vind ik zelf. We hebben altijd hele leuke, fantastische afleveringen gemaakt. Het plan is vandaag dat we niet in zoet water gaan vissen, maar op zout water. We gaan helemaal naar den oever vandaag, jongens. Helemaal om daar op zee te gaan vissen. Potvis en bruinvis. Dat zijn zoveel die je slim ik. Ja, dat bedoel ik dus met de flauwe grap, jongens. Maar in ieder geval, we reizen daar vandaag helemaal af. Ik heb er ook echt ontzettend veel zin in. Ik begin nu ook echt een lamme arm te krijgen van de camera zal hem vasthouden. Maar in ieder geval, we hebben al een prachtige mooie dag voor de boeg. Het zal ongeveer zo rond de 28 graden worden, zeiden ze. En het is gewoon echt prachtig nog, mooi nog stil op de weg. Komt ook omdat het vandaag ongeveer rond de, het was in ieder geval 7 uur in de ochtend toen ik doorweg ging. Dus goed. In ieder geval, vergeet even niet te abonneren en te liken. Want het gaat een hele leuke dag worden. Dus jullie mogen mee. Het plan is als volgt, jongens. We gaan dus zo op zee vissen. Taco had in het begin nog geregeld dat wij helemaal op de Noordzee zouden kunnen vissen. Maar ook echt. Maar dan ook echt buiten de territoriale wateren. En daar hadden we ook dus onze paspoort moeten meenemen. En als je dat niet bij had, dan had je een hele grote kans op een boete. Dus dat hebben we niet gedaan. We gaan op de Waddenzee vissen. De Waddenzee is een beetje zee tussen de Waddeneilanden. Hè? In ieder geval. Bij Tessel. Ja, bij Tessel inderdaad. In ieder geval, het is een. Gewoon een veerboot afsnijden. Dat hebben we dan vissen op de Waddenzee. En de Waddenzee staat natuurlijk bekend als een van de gevaarlijkste zeeën van Nederland. En de diepste. Nou, niet de diepste in ieder geval, maar wel echt. Dat het gewoon. Het is een verraderlijke zee, jongens. Het staat bekend om zijn sterke stromingen. Je kan er heel makkelijk in verdrinken. Er ligt heel veel oude wrak op de bodem. En als je daar zwemt en je komt in zo'n stroming tegen, dan heb je wel echt een groot probleem. Wat ik zeg, dat klopt wel een beetje. De Waddenzee staat er niet alleen bekend om zijn gevaarlijke en verraderlijke stromingen, maar ook omdat het opeens heel diep en dan opeens heel ondiep kan zijn. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de zwemmers, maar ook voor de grote boten die er dagelijks rondvaren. Nou, de Waddenzee staat niet alleen bekend om zijn gesteken stromingen, maar ook aan de hoeveelheid dieren dat er voorkomt, namelijk garnalen, kwallen en een heel bekend diertje dat je vaak op stranden tegenkomt, de strandkrab. Maar de strandkrab is niet alleen het enige voorkomen die soort is heel veel voorkomt. Namelijk de kwal komt er ook voor voor. En daarom is het oppassen geblazen voor dit diersoort. Dat geen hersenen, geen kieuwen, helemaal geen hart, helemaal niks heeft. Kortom, je zou denken dat het niet eens leeft. Op bijzondere wijze is dit toch een dier dat wel kan leven. Ondertussen komen Taco en ik aan bij onze bestemming. En gaan natuurlijk gelijk aan boord. Moet je kijken. Okay.
zit hier heel glad op het dek, merk ik al snel. Je moet goed oppassen waar we lopen. Jongens, dit is dus een café in het schip hier. We zijn dus nu op het schip Stella. Dit is hier gewoon een café. Gewoon een café in het schip. Hier staat een hele lijst met vissen die we denk ik niet gevangen. Die we allemaal gevangen. Ja, want we gaan specifiek op een keer op maar een taak of waar is deze... Ik zal het zien wat we eruit trekken. Ja. Oké. Nou, ik hoor dus dat de boot aan het starten is. De trap is ontzettend glad. Dat komt ook omdat het gewoon echt letterlijk nat is. Het dek is nat. Ja, het is heel lastig. Oh ja, we gaan inderdaad weg. We gaan hier inderdaad weg. We zijn nu bezig met aan het, we gaan nu wegvaren. Nou, leuk. Even kijken hoe het gaat gebeuren, hoe ze gaan wegvaren. Ik ben heel benieuwd. De baat is wel ontzettend smerig, moet ik zeggen. Heel veel algen, heel veel groen. Goed. Kijk, Sam. Daar hebben we aan de overkant de boten. Na het plagen over de groene algen in het water, gaan we intussen met volle vaart de zee op. Naar open water om op makreel te vissen. De vaar is overal wat gevangen, want de weersomstandigheden zien er niet al te best uit. Maar toch gaan we wel wat vangen, zegt mijn gevoel. Alleen de vraag is of het ook wel uitkomt. Maar intussen zien we heel veel prachtige nieuwe dieren, zoals lepelaars. En komt er een erge stinkende lucht van een bepaald eiland af. Check dit eens. All my dreams come true. Kiel, what the fuck? Waarom doe je dat? Well, anyway, we hadden het over een hele grote stinklucht dat van de eiland vandaan kwam. En dit zijn de boosdoeners. Jongens, we komen af grijzelijke stank van het eiland daar. En ik zal je gelijk vertellen wie de daden zijn. Het zijn aalscholpers en de meeuwen. Het lijkt net alsof we dood dieren roken. Het zijn echt gewoon de aalscholpers en de meeuwen zorgen echt gewoon voor dat het erg gaat stinken. De uitblijfselen die ruiken echt verschrikkelijk. Dus, nu niet meer, maar net. Maar dan zie ik nog een heel bijzonder diersoort. Oh, lepelaars in de lucht. Nee, gewoon niet freaking hier. Gewoon lepelaars. Daar jongen, daar. Lepelaars. Oh, geloof me jongens, dit is niet te filmen. Jongens, dit is het aas. Allemaal kleine dode visjes. Het meurt als een gek, ja, dat zeiden we ook niet anders verwachten. Maar ik ben echt super zenuwachtig. Ik hoop echt iets dat ik ga vangen. We gaan op makreel, dat is een hele snelle zwemmende vissoort. En ja, ik hoop dat we een heleboel gaan vangen. Oké, jongens, het is. We zitten nu op de boot, al wat kilometers vanaf de kust vandaan. Vissen daar gehangen. Laten we hopen dat het wat gaat worden. Ik denk het ook. Nou jongens, het lijkt erop dat we zijn aangekomen. Het is wel regen zou komen, maar het ziet er wel goed uit. We zijn dus aangekomen op de plek hier waar we dus gaan vissen zo. We gaan naar huizen. Ah, damn, het gaat regenen. De Titanic, daar gaan we nu vissen. Het gaat regenen, jongens. Het gaat regenen. Het kan zo zijn dat het een kaart gaat regenen. Het lijkt er inderdaad op dat het gaat regenen. Maar later breekt de zon even door. En dan gebeurt er wat ik nog niet had verwacht. Het regent. Het regent hard. Ik heb net zo eens iets doms uitgehaald. Ik heb geworpen.
Alleen het draad zit vast aan het ankertouw. Met de haak. Daarom heb ik het ook de klunsvis genoemd, omdat ik gewoon altijd niet echt veel van bak. Je ziet het gewoon, het zit vast aan het ankertouw. Daar helemaal beneden. Ja, dat is gewoon niet slim voor mij geweest. Ik weet niet eens of überhaupt vis op dit moment aan zit, maar het is gewoon heel stoms geweest van mij. Taco is nu het, de man aan het halen die het even kijken wat ze kunnen doen. Maar in ieder geval heb ik nu een wijze les geleerd die bij mij het ankertouw uitgooien. Ik vis nu al bijna zo'n 5 jaar, maar ben nog altijd al een amateur op het gebied van vissen. Zo kwam vroeger altijd heel vaak mijn draad in de knoop te zitten of brak ik mijn hengel in tweeën van woede. Dat doe ik nu niet meer, nee. Ik ga maar even aftaken. We zijn op dit moment al, ik weet niet hoe lang verder, maar tot nu toe heeft nog niemand hier een vis gevangen. Ik ook niet. Ik heb echt heel weinig ervaring op vis op zee. Zelfs van vis op het strand heb ik niet veel ervaring. Ja, dus mijn motor was gelukkig om een krabbetje of een zeester binnen te halen. Maar in ieder geval, het is gewoon, ja, we hebben nog geduld ervoor nodig natuurlijk. Maar het is lastig. Ik bedoel, ja, ik dacht we zouden er gelijk beet hebben, maar dat is dus echt niet zo. Dat is gewoon echt gewoon een kwestie van geduld hebben inderdaad. Toch, Taco? Taco, kwestie van geduld hebben, toch? Nou. Maar de zon schijnt wel mooi. Hè? We worden af en toe steeds gedonder in de verte. Er komt wel iets donker wolk weer aan. En iemand heeft wat zeewier gevangen, maar we willen gewoon echt gewoon vissen. Ja, kijken wat we kunnen vangen. Ondanks de slechte weer dat nu op komst is, is iedereen gewoon gezellig tegen elkaar. Er wordt gelachen, gepraat. En we trekken ons niks aan van de regen die zo meteen zal komen. Of toch wel? Nou, het lijkt maar niet. Ik denk dat jouw vis wil in je hand. Ja, jij wil. Het lijkt niet op te houden, jongens, met het regenen. Het regent om de paar seconden. Regent het gewoon. Hij stopt eventjes en dan gaat het weer door. Het is echt vreselijk. Het is echt, ja. Gewoon heel vreselijk dit. De meeste vissers die gaan terug naar binnen, omdat het gewoon zo erg is. Nou, we gaan nu even lekker wat lekkers eten. Dat hebben we wel verdiend. We kunnen op elk moment, ik weet niet hoe lang het duurt voordat we er zijn, maar in ieder geval we gaan nu even lekker eten. En straks gaan we weer verder vissen. Terwijl ik rustig mijn broodje wegwerk, besluit ik om weer naar boven te gaan om te kijken of iemand een vis heeft gevangen. Tot nu toe heeft nog niemand geen enkele vis te vangen. Maar daar blijkt verandering in te komen. God! Ah, dat is niet eerlijk. Twee grote makrelen zeg. Jongen, jongen, jongen. Nou, petje af voor deze man en applaus, jongens. Deze makrelen zijn gewoon binnen. Ongelooflijk, mooi. Geweldig, geweldig. Hier komen ze. Strandkrab. Ja, dit is dus een strandkrab. Een van de meest voorkomende diersoorten hier. De reden dat wij zo vaak, ik ze zo heel veel aan mijn lijn krijg, is omdat het aaseters zijn. Het zijn dieren die van nature gewoon echt, het zijn aaseters. Dat houdt dus in dat ze dood materiaal eten. Je kan heel goed herkennen of het een mannetje of vrouwtje is. Volgens mij is dit een mannetje of een vrouwtje. Dat is voor mij heel lastig te zien. Het begint donker wit te worden. Ze behoren tot de familie van de geleedpoter. En dat houdt in dat ze als een schaar verliest, dat ze die ook gewoon kunnen terugkrijgen. In ieder geval, ik ga hem terugzetten, maar ik ben mis nog even aan iemand. Maar de krab is niet het enige bijzondere dier dat we aan boord halen naast de makrelen. Een andere bezoeker slaat dit diertje aan de haak, namelijk een rode zeester. Een van de mensen had een zeester gevangen, helaas niet ik. Het is een heel bijzonder dier. Het is een rode zeester. Ik zou er dolgraag meer over vertellen, maar anders ik ga hem beter maar gewoon terug naar de zee gooien. Laten vallen, zeg maar. Anders, ik hoop dat hij goed terecht komt. Zeg maar dat hij naar de zee zakt.
Ja, hij zakt nu naar de bodem. Omdat we niet veel vangen op deze plek waar we nu zitten, besluit de schipper en natuurlijk ook de andere mensen die het ermee eens zijn, op zoek te gaan naar een andere plek waar we misschien wat meer makreel kunnen vangen. Op deze plaats hebben we niet veel succes gehad. We gaan er zo meteen gaan we naar een ander plekje toe. Het is inmiddels opgeklaard zoals je kan zien. Het zonnetje schijnt wel lekker. Kijk, daar is prachtig mooi. Daar kun je gewoon prachtig mooie opnames van maken. Kijk, Taco. Maar in ieder geval, we gaan dus naar een andere plek toe waar misschien wat beter zal vangen. Want op dit moment is het gewoon heel een beetje bagger verlopen. Jongens, en als we naar een andere plek gaan, hebben we inderdaad meer succes. Een van de mensen die aan boord is, gooit gelijk zijn hengel uit en heeft dan ook al gelijk beet. Tenminste, na een tijd van 5 of 6 keer uitgooien inderdaad. Ja hoor, ja hoor. Vangst! Jij hebt hem Vangst! No way! Zo groot hè? Zo mooi is hè? Wil je kijken hoe groot die is? Die wou niet meer. Een emmertje voor je. Nou, als bij mij die emmer gaat, gooi ik hem weer terug dus. Dat is goed, even water. Mooi. Denk ik ook. Nou, alweer een geslaagde vangst. Na een tijdje weer te hebben rondgehangen, gaan we verder. Maar deze keer gaan we niet alleen op zoek om te vissen. We gaan ook op zoek naar zeehonden. Maar voor nu geniet even van het lekkere muziekje van Avicii. En filmen dat er wat bijgekomen. De scheepjes die voorbij komen, wou ik zeggen. Dat is weer mijn tekst niet, verdomme. Maar goed, we zien de scheepjes hier en ja, dat is mooi. In de Waddenzee leven twee soorten zeehonden, de gewone en de grijze zeehond. De grijze zeehond kan je herkennen aan zijn wat langere snuit en natuurlijk omdat hij grijs is. De gewone zeehond heeft een wat kortere snuit, is meestal wat grijziger of wat lichtbruin. Tijdens mijn reis op weg naar Ameland ben ik veel van dit soort mooie zeehonden tegengekomen. Het is een prachtig mooi diersoort en ik heb echt ontzettend veel respect voor hem. Pas op dat je in de beeld komt, want ik ga de camera een beetje deze kant op draaien. Ondanks dat ze er heel dik en sloom uitzien, zijn zeehonden op zich heel snel in het water. En omdat ze natuurlijk ook zo'n heel groot lijf hebben, bewegen ze zich met behulp van hun lijf voort op het land. Stil van hoor, zeehonden. Echt heel mooi. Kijk, er komt nog zo'n zeehondenspotboot aan. Niet in heel diep water komen. Kijk, er komt nog zo'n zeehondenboot aan. En die kan wel in wat ondiep water komen, maar die komen wel echt heel dichtbij, vind ik. Net iets te dichtbij zelfs. Nou jongens, op dit moment het enige wat ik al heb gevangen zijn wat kruimetjes. Ik heb ze nu een emmertje bewaard. Twee kleine strandkruimetjes. Nou, die worden heel later, ga ik ze weer vrijlaten. Af en toe voeg ik er een beetje wat schoon water bij toe. Ja. Maar dit is tot nu toe het de vangst. Ik weet niet, vandaag hebben we wat makreel gevangen, maar geen gratis natuurlijk. Maar ja, laten we hopen op het beste. Helaas heb ik geen enkele makreel of een kleine vis gevangen. Het enige wat ik er binnen heb gehaald zijn krabbetjes en natuurlijk die zeesten. Oh nee, dat was door een bezoeker gehaald. Het brit laten worden en we besluiten daarom terug te gaan. Ik besluit daarom ook nog eventjes om de vlog af te sluiten. Wat voor een groot deel niet verstaanbaar is door die rotwind. En dan gebeurt iets onverwachts. De wind in de kust is blijkbaar zo sterk dat hij zelfs mijn camera met statief kan omblazen. Gelukkig vond Taco hem net op tijd op, anders was hij weer kapot op de grond gevallen.
wat voorheen al heel vaak gebeurd was met andere camera's. Dit waren de klunsvissers op zee. Ja, ik weet niet of er nog een keer een aflevering zou komen, maar in ieder geval, het was leuk om met een nieuwe aflevering terug te zijn. Ik hoop ook dat jullie ervan genoten hebben. Tot de volgende keer, even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en te liken. Dankjewel. De volgende keer bij Christian Hoijver en Alvis Nature en natuurlijk, dit keer niet de klunsvissers. Snorkel time. Maybe for the last time, I don't know, and why do I speak English? Ik ben Nederlands, niet Engels. Vergeet niet te abonneren en te liken op mijn kanaal, dat zou ik echt leuk vinden. En tot de volgende keer bij een nieuwe vlog van Christian Hoijver en natuurlijk, Alvis Nature. Goodbye. Thank you.